Wat een prachtige tuin is dit, hè? Maar wat een uurwerk om het helemaal zo netjes te houden. Ik heb de halve tuin al bijgeknipt. Ellen die kwam met een vraag die nu heel goed van pas zou komen. Twan, zin is uit lachen. Ik vind het een fantastische vraag. Misschien moet jij de rest van de tuin even doen, hè? Dan wisselen we wel eventjes. Kijk eens. Ja, daar. Nee, beneden. Beneden. Doe jij de rest even? Robert, is dit er nou eentje? Ja, dit is er nou een. Wat een mooi ding, man. Ja, thuis sta ik dus nog gewoon met zo'n ouderwetse handmaaimachine te maaien. Hè. Hoe vaak moet ik dan eigenlijk maaien? Ongeveer 1 à 2 keer per week. Afhankelijk van de weersomstandigheden. Hoe bedoel je? Nou, als het een hele lange tijd droog is, dan zal het gras wat minder snel groeien. Dan kan je met 1 keer in de week, misschien zelfs 1 keer in de 2 weken uit de voeten. Als het mooi weer is zoals nu, veel vocht in de grond, lekker zonnetje. Ja, dan ben je toch 1 of 2 keer in de week ben je toch al bezig. Oké, dat doe ik dus helemaal niet. Als ik nou echt niks zou doen aan mijn tuin, hoe snel groeit het dan? Binnen een maand, 1,5 maand, ja, dan zal het gras toch wel erg wilderig zijn. Wordt een beetje een woestenij. Oké, waarom zou ik maaien? Sowieso voor het mooie beeld, ja, dat je mooi gezond hebt. Mm. Anderzijds, het voorkomt mosvorming, onkruidvorming. En ja, door het te maaien breng je weer wat voeding terug in het gazon zelf voor een mooi maaibeeld. Hoe bedoel je dat? Kleine snippertjes gras. Die vallen eigenlijk terug tussen de grassprietjes en geven dan weer extra voeding. Hoef je niet extra bij te doen met mest of andere middelen. Dus wat jij eigenlijk zegt is dat ik niet alles weg moet harken? Niet alles. De grote plakaten zul je weg moeten halen als dat al niet gevangen is door je eigen grasmaaier. Mm-hmm. Dat zou eerder het gras verstikken dan dat het iets goeds brengt. Hè, dan krijg je die doffe bruine waas over je grasveld. Niet heel fraai om te zien. Nee. Maar een deel kun je achterlaten. Oké. Dus als je 2 keer maait, laat 1 keer wat terugvallen tussen het gras en de andere keer vang je gewoon echt alles op. Ja, ik moet zeggen, ik heb de blaren op mijn handen staan omdat ik met de hand dit halve gezon heb gedaan. Zo'n ding klinkt me echt wel als muziek in de oren. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Heb je hem gelaten? Hij rolt net die kant op. Oh, kijk. Nou, daar gaat hij hoor. Ja. Gaaf. Hoe werkt nou eigenlijk zo'n robotgrasmaaier? Het begint bij een basisstation, het laadstation. Daar kan hij zich in opladen. En vanaf daar is ook de grensdraad die je in de tuin gebruikt aangesloten. Oké. Verder op de machine zelf kun je hem helemaal programmeren. Welke tijdstippen, welke dagen hij moet maaien. Precies eigenlijk de instellingen zoals je hem graag hebben wilt. Maar waar is dat basisstation dan voor? Ten eerste om te laden. Dat is het belangrijkste, het laadstation. En het is eigenlijk het beginpunt van waar hij begint. Maar betekent dat ik dan zeg maar zo'n maaier half leeg in de tuin tegenkom? Nee, op het moment dat hij op 30% van zijn batterijcapaciteit is, zal hij zijn grensdraad gaan opzoeken, ongeacht waar hij is in de tuin, terugrijden naar zijn laadstation en zich daar weer herladen tot 100%. Om vanaf dat moment weer met zijn programmering verder te gaan. En dat gaat nu net goed, hè? Ja. Maar is dat wel veilig om zo dichtbij zo'n ding te komen? Ja hoor, absoluut. Wij zijn nu weggesprongen, waardoor blijven staan, was tegen onze voeten aangebotst. Altijd zich een stukje teruggetrokken, omgedraaid en verder gegaan. Oké. Dus ook met huisdieren in de tuin of met kleine kinderen, volstrekt veilig. Nou, is dit eigenlijk best wel een stukje vernuftige techniek, hè? Ik hoor hem ook bijna niet. Nee, het is een van de stilste robotmaaiers in de markt. Dus ook als je het met visite in de tuin zit, ja? Zou je hem eigenlijk niet horen en heb je ook geen hinder van de robotmaaier. Hij deed nu heel goed, hij draait inderdaad om je heen dan. Ja. Correct. Hoe is dit nou eigenlijk met de toekomst? Ja, moeilijk te zeggen. Zaken waar je aan zou kunnen denken. Misschien in de toekomst zonder grensdraad. Dat je zelf de onderscheid ziet tussen waar je wel en waar je niet mag zijn. Wellicht met solarenergie. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd of die ook een mens echt kan vervangen. Mm-hmm. Ik stel voor dat we even een testje doen. Twan, ben je een beetje warm? Ik heb hier een kleine testopstelling gemaakt. Ja, misschien kan Twan er ook even bij komen. Vind ik een goed idee. Man tegen robotmaaier. Man? Tegenover Robert. Goed, Jan, 1, 2, 3! I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Lukt het, man? Ah, is toch een beetje zielig. Nou, Ellen, zo werkt dus een robot grasmaaier.
Hij werkt voornamelijk voor je. Vind ik eigenlijk wel lekker ook. Gaat het, man?